IoT staat voor Internet of Things. Het koppelen van fysieke apparaten aan het internet. Ook draadloos. Op afstand kunnen hiermee consumentenapparaten worden uitgelezen en aangestuurd. Ook industrieel is IoT toepasbaar. Wat voor bedrijven veel kansen en voordelen oplevert. Industrial Internet of Things richt zich op het verbeteren van industriële processen en uit zich bijvoorbeeld in betere kwaliteit, hogere efficiëntie en duurzaamheid. Marcel Vigge vertelt waarom hij denkt dat IIoT de wereld gaat veranderen. IoT gaat de wereld veranderen, omdat wat we nu zien is dat bedrijven de concurrentie met elkaar aangaan op basis van hun ambacht. Dus een industriële bakker die zal het beste koekje willen bakken. Maar in de toekomst zien we dat bedrijven zullen transformeren tot ICT-bedrijven. En de partij die het beste inzicht heeft op al zijn productievariabelen en al zijn productieparameters, die zal uiteindelijk de concurrentieslag gaan winnen. En daarmee denken wij dat IoT een hele belangrijke rol gaat vervullen. IoT bestaat uit 3 onderdelen. Een apparaat, het connectiviteit, en daarna het platform. Het apparaat genereert data, dan is het een sensor of zet data om vanuit het platform, dan is het een actuator. Dit kan zijn een losse sensor bijvoorbeeld, maar het kan ook een complete fabriek zal zijn. Connectiviteit is het deel wat de data van het apparaat naar het platform stuurt. Je zit hier niet vast aan een bepaalde techniek, het is echt afhankelijk van je toepassingsgebied. Het platform is het deel waar de data terecht komt vanuit het apparaat via de connectiviteit. Daar wordt ook de data verzameld in het platform. En eigenlijk al deze 3 dingen samen, dus het apparaat, de connectiviteit en het platform, maakt het mogelijk om apparaten of machines op afstand uit te lezen of te monitoren en te controleren. Maar wat IoT echt sterk maakt is met deze data analyses doen en daar trends in bepalen. IoT past zo goed bij Centech, omdat Centech is van huis uit een sensor integrator. Dat wil zeggen dat wij turnkey sensoroplossingen leveren. En bij IoT heb je te maken met een groot aantal disciplines. Sensorinformatie is essentieel in het meten en weten wat er gebeurt in productieprocessen of in machines. Die informatie moeten wij gaan ontsluiten naar de cloud. Daarbij hebben wij dan bekabeling nodig, we hebben een gateway nodig. En veel klanten worstelen met het probleem dat ze in een IoT-oplossing met heel veel verschillende partners te maken hebben. En Centech is bij uitstek een partij die al die disciplines in huis heeft en daarmee echt een klant een complete turnkey-oplossing kan bieden. Nou ja, het IoT-omgeving is een keten van componenten. Een daarvan is Azure IoT Platform, waar Cresco zich in specialiseert en ervaring op doet. Dat is onze focus, samen met professionele partners zoals Centech, die gespecialiseerd is in de sensortechnologie. En samen met de klant brengen we eigenlijk de beste oplossing voor de klant van apparaat, connectiviteit tot platform, tot analyse samen. Ik denk dat IoT voor ieder bedrijf voordelen kan opleveren. Als je jezelf de vraag stelt welke data of welke kwaliteit kan mijn product of proces verbeteren, dan heb je eigenlijk al het antwoord. Want IoT kan die vraag beantwoorden en die informatie ontsluiten.